bij Bijbelstart. Ik lees met jullie uit de basisbijbel 1 Johannes hoofdstuk 5. Als je gelooft dat Jezus de redder is, ben je een kind van God. Je bent uit God geboren. En als je van God houdt, uit wie je geboren bent, Houd je ook van de andere mensen die uit Hem geboren zijn? We weten dat we van Gods kinderen houden als we van God houden en doen wat Hij ons zegt. Want je houdt alleen echt van God als je doet wat Hij zegt. En wat Hij van ons vraagt is niet te moeilijk. Want iedereen die uit God geboren is, overwint de dingen van de wereld. We overwinnen de dingen van de wereld door ons geloof. Als je gelooft dat Jezus de Zoon van God is, Kun je de dingen van de wereld overwinnen? Jezus Christus, de Zoon van God, is door het water van zijn doop en het bloed van zijn dood gegaan. Hij ging niet alleen door het water, maar door het water en het bloed. Ook de Geest zegt dat. En de Geest is de waarheid, en dus ligt Hij niet. Er zijn drie getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zeggen allemaal hetzelfde. Er zijn ook drie getuigen op de aarde: de geest, het water en het bloed. En deze drie zeggen allemaal hetzelfde. Als we geloven wat mensen zeggen die voor de rechtbank moeten getuigen, dan moeten we zeker geloven wat God zegt. Want wat Hij zegt heeft veel meer kracht. We moeten geloven wat Hij zegt over Zijn Zoon. Als je in de Zoon van God gelooft, geloof je wat God over Hem zegt. Als je God niet gelooft, zeg je daarmee dat hij een leugenaar is. Want je hebt niet geloofd wat hij over zijn zoon heeft gezegd. Wat heeft God dan gezegd? Dit. God heeft ons eeuwig leven gegeven door ons zijn zoon te geven. Gods zoon heeft het eeuwige leven. Dus als je de zoon hebt, heb je het eeuwige leven. Maar als je de zoon van God niet hebt, heb je ook geen eeuwig leven. Jullie geloven in de Zoon van God. Daarom schrijf ik jullie dit, zodat jullie zeker zullen weten dat jullie het eeuwige leven hebben. We kunnen zonder vrees naar Hem toe gaan, vol vertrouwen dat Hij ons antwoordt als we Hem om iets bidden waar Hij het mee eens is. En als we weten dat Hij al onze gebeden beantwoordt, weten we dat we krijgen waar we Hem om hebben gevraagd. Als je ziet dat een broeder of zuster ongehoorzaam is aan God. In iets wat hem niet bij de dood brengt, dan moet je voor die broeder of zuster bidden. Dan zal God hem redden en hem het leven geven. Maar dat kan alleen als hij iets verkeerds gedaan heeft, wat hem niet bij de dood brengt. Er bestaat namelijk ook ongehoorzaamheid aan God die je bij de dood brengt. Ik zeg niet dat je daarvoor ook moet bidden. Alle slechte dingen die je doet, zijn ongehoorzaamheid aan God. Maar niet alle ongehoorzaamheid aan God brengt je bij de dood. We weten dat iedereen die kind van God is, niet meer ongehoorzaam is op een manier die je bij de dood brengt. Want als je uit God bent geboren, zorg je ervoor dat je geen slechte dingen doet. Daardoor krijgt de duivel je niet in zijn macht. We weten dat we uit God zijn geboren en dat de hele wereld in de macht van de duivel is. Maar we weten ook dat de Zoon van God is gekomen. Hij heeft ons laten zien hoe we de ware God kunnen leren kennen. En door zijn zoon Jezus Christus zijn we één met de ware God. Jezus is de ware God en het eeuwige leven. Kinderen, let op dat jullie geen afgoden aanbidden. Hoi, mijn naam is Brian Habelt en welkom bij deze serie over de brieven van Johannes. We zijn vandaag aanbeland bij het laatste hoofdstuk van 1 Johannes. En dat is hoofdstuk 5. Hierna gaan we nog 2 en 3 Johannes behandelen. Twee hele mooie boeken. Ze zijn kort, maar krachtig. Maar vandaag nog 1 Johannes hoofdstuk 5. En als onderwerp voor vandaag heb ik het genoemd. Overwinning door je geloof. We hebben de afgelopen vier afleveringen... een aantal hele belangrijke dingen behandeld. We hebben het gehad over een spiegel voorhouden. En dat het soms ook best wel confronterend kan zijn... om dingen te horen uit het woord van God. Maar dat het belangrijk is dat we misschien... onszelf soms achter de oren krabben en afvragen... in de dingen die ik doe en zeg en leef valt dat wel in lijn met wie ik ben als een volger van Jezus. En zo niet, misschien moeten er dan wel wat dingen worden aangepast. Tweede aflevering: bij wie hoor je? Bij wie hoor je? Als je hoort bij God, als je hoort bij Jezus, dan moet je hem ook gehoorzamen. Dan doe je wat Hij zegt. En dan wandel je volledig in het licht en niet in de duisternis. Aflevering drie ging over liefde voor elkaar, liefde. Tussen broeders en zusters, liefde tussen gelovigen. En die liefde die komt van God. In aflevering 4 hebben we het gehad ook over een stukje geestelijke onderscheiding met welke dingen voortkomen uit de Geest van God en de geest van de vijand. Nu in aflevering 5 wordt dat samengebracht in dit laatste hoofdstuk van 1 Johannes hoofdstuk 5. Waarin er dingen herhaald worden. En dan weer er ook een bepaalde klap wordt gegeven op hoe wij door al die dingen overwinning hebben door het geloof. Laten we eens kijken naar een aantal versen met elkaar. Ik ga een aantal versen met je lezen en af en toe wat dingen benoemen daaruit. In Johannes hoofdstuk 5, vers 1 tot 5. Daar staat: Als je gelooft dat Jezus de redder is, dan ben je. Een kind van God. Je bent uit God geboren. Is dat niet mooi? Dat we dat mogen weten, dat we een kind van God zijn en dat God onze Vader is. Er zijn zoveel mensen die opgroeien in gebroken gezinnen waarin de Vader niet eens actief is, maar God wil een Vader zijn voor jou. En als Zijn kind ben jij ook Zijn erfgenaam en maak je deel van de geestelijke zegeningen die Hij heeft voor jou. En dan gaat het verder. En als je van God houdt, uit wie je geboren bent, houd je ook van de andere mensen die uit Hem geboren zijn. Hé, hey, dat is een belangrijke les wat we al behandeld hebben. Als je van God houdt, dan betekent dat ook dat je houdt van volgers van Hem. Van broers en zussen, van andere christenen. Dat de liefde die je hebt voor God ook de liefde is die je hebt voor anderen. Dan staat er in vers 3, want je houdt alleen echt van God als je doet wat Hij zegt. En wat Hij van ons vraagt is niet te moeilijk. Dus als je van God houdt, dan betekent het ook dat je Hem gehoorzaam bent in je doen en in je laten. Nou, in dit alles staat ook de boodschap van vergeving centraal, want wij zijn niet perfect. En soms schieten we tekort, maar God is daar altijd om ons te vergeven. En we hebben het net gelezen: hetgeen wat God van ons vraagt, is niet te moeilijk. Nou, Brian, als ik het zo hoor, klinkt best wel als een moeilijk lijstje om zomaar even mee aan de slag te gaan. En wat is hier dan de sleutel in? Het staat in vers 4 en vers 5. Want iedereen die uit God geboren is, overwint de dingen. Van de wereld. We overwinnen de dingen van de wereld door ons geloof. Alleen als je gelooft dat Jezus de Zoon van God is, kun je de dingen van de wereld overwinnen. Beste mensen, ik heb een mooie boodschap voor jullie vandaag. En dat is dat jullie de dingen van deze wereld kunnen overwinnen. De valstrikken van de vijand, de verleidingen, de moeilijkheden, de ziekte, de, zi de, de zeer. Wij kunnen. De dingen overwinnen door ons geloof. Is dat niet een geweldige boodschap? Nou, dat betekent niet dat dingen van een laie dakje gaan, dat we geen problemen of moeilijkheden hebben. Dat kunnen we juist hebben. Maar in al die dingen geeft God ons de kracht en de mogelijkheid om het te overwinnen. Een tegenstelling daarvan is dat we daar niet door ten onder gaan. Wij als christenen gaan nergens voor ten onder. Wij komen overal bovenuit. Wij geven nooit op. Wij zetten door. Wij houden de goede moed. We blijven wandelen in het licht. Wij als kinderen van God zijn anders dan anderen, want God is onze vader en Hij is bij ons en met ons en voor ons en laat ons nooit alleen. En jij kunt daarom overwinning hebben. Door je gelooft, door hetgeen wat Jezus heeft gedaan. En ik wil je echt vragen om deze woorden te geloven, om te geloven wat God zegt. Er wordt een voorbeeld ook gegeven in dit hoofdstuk over een bepaalde rechtbank uh, die een bepaalde zitting heeft. En als de rechters iets uitspreken. Dan neemt het publiek dat aan als waarheid. Want hun hebben het gezegd, zij kennen de wet, zij weten wat goed en fout is, en zij kunnen dus een bepaalde beoordeling geven. Nou, als mensen rechters geloven, hoeveel te meer moeten we dan geloven wat God zegt? Dat staat in vers 9, want wat Hij zegt heeft veel meer kracht. Hetgeen wat God zegt in Zijn Woord is waarheid en is hetgeen wat wij ook moeten aannemen in ons persoonlijk leven. Want Gods woord is waarheid. En het mooie daarvan is is als we geloven in Jezus, als we geloven in wat God zegt over Jezus. Wat God zegt over wie hij is. Dat dat hetgene is wat ons ook die waarheid naar boven laat doen komen. En als we Jezus kennen, dan mogen we weten dat we eeuwig leven hebben ontvangen. En dat is ook een bepaalde zekerheid die wij hebben in ons christen zijn. Sommige mensen zijn onzeker of ze het wel zullen halen in de hemel, ja of de nee. Als we Jezus kennen, als Hij woont in ons hart, als we onze zonde beleid hebben, dan mogen we daar een bepaalde zekerheid van hebben. Dan staat er in vers 14, we kunnen zonder vrees naar Hem toe gaan. Vol vertrouwen dat Hij ons antwoordt als we Hem vragen om iets bidden waar Hij het mee eens is. En als we weten dat Hij al onze gebeden beantwoordt, weten we dat we krijgen waar we Hem om hebben gevraagd. Wij mogen God dingen vragen, wij mogen tot Hem bidden, wij mogen Hem aanroepen en dat mogen we doen zonder vrees en vol vertrouwen. Dus niet, nou, Heer Jezus, als u uh, uh, ja, het uh, op uw hart heeft, of uh, misschien uh, zou u dan uh, dit of dit. Nee, wij mogen zonder vrees en vol vertrouwen voor Gods troon komen. Nou, dat betekent niet dat je trots hebt, want we moeten altijd komen naar God met nederigheid, met een nederige houding. Maar we kunnen tegelijkertijd zonder vrees en vol vertrouwen zijn en tegelijkertijd nederig. Het woord van God draagt het ons op. En dan staat er dat God onze gebeden wilt beantwoorden. En dat we dan zullen krijgen waarom we gevraagd hebben... als het hetgene is wat God wil. En als we kijken in het woord van God... dan kunnen wij al over heel veel dingen achterkomen wat God wil. God wil dat we worden genezen. God wil dat we vrij zijn. God wil dat wij onze... Innemen in de samenleving met de gaven en talenten die Hij ons heeft gegeven. God wil Zijn doel bereiken in jouw leven. Dus als je bidt, bid dan ook doelgericht en vraag God om dingen die al zo duidelijk zijn in Zijn woord voor jouw persoonlijk leven. He, soms hoor je mensen um, dingen vragen in Jezus' naam, waarin het een, bijna bijna een twijfel is of God dat wel verlangt. God verlangt heel veel dingen die te vinden zijn in zijn woord. En bid daarom gericht, spreek daarom bijbelteksten uit en proclameer het woord van God in het vertrouwen dat we krijgen waar we hem om gevraagd hebben. Staat toch zo mooi in vers 15. Beste mensen, wij hoeven niet gebonden te zijn in dit leven. Wij kunnen de dingen van de wereld overheersen door hetgeen wat Jezus heeft gedaan. En als we dit boek zo afsluiten, 1 Johannes hoofdstuk 5. Doe wat je gelooft. Misschien kan je een beetje een stempel ervaren dat we dingen moeten doen, 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 om onze redding te krijgen. Maar dat is niet de focus hiervan. Het gaat om na je redding, nadat je Jezus hebt aangenomen, nadat je de genade accepteert voor wat Jezus voor jou heeft gedaan. Doe dan wat je gelooft in je woorden en in je daden. Dit boek is klaar, maar we gaan nog verder met 2 en 3 Johannes voor nog twee afleveringen. Dus ik hoop je later weer te zien. God zegen en tot de volgende keer. Dit was Bijbelstart, een programma van TWR. Het is gebaseerd op het Amerikaanse programma Through the Bible, ook wel TTB genoemd. En deze uitzending is een samenvatting van twee afleveringen. Wil je meer weten? Ga dan naar ttb.org of ga naar twr.nl/bijbelstart.